Nou ja, kijk, in de serie gaat het natuurlijk over een storm waarvan iedereen zegt, zo'n storm die ontwikkelt zich op zee, maar die komt hier nooit aan land. Dat is een eens op de 10.000 jaar storm. Ja. En wat ik interessant vind, wat ook het dilemma van de premier was, is dat hij tegen de mensen van het weer zegt, ja, maar voorspel dat nou. Ze zeggen, ja, ik weet pas 10 uur van tevoren of die storm zich zo ontwikkelt dat wij zich zorgen moeten maken. Maar wil je het land evacueren, wil je de Randstad evacueren, dan heb je daar nou minstens 48 uur, maar eigenlijk 72 uur voor nodig. Dus mijn vraag aan u is, op het moment dat je niet weet of die storm echt gevaarlijk is, wanneer neem je de beslissing om te evacueren? Want in de serie zie je, hij neemt de beslissing te laat. Zullen we even kijken? Denk erover na. Kijk even naar hoe dat dilemma in de serie wordt besproken. Schrik niet. In een klein etmaal ziet de Randstad er dan zo uit. En hoe lang duurt het om de Randstad te evacueren? Pardon? Is dat een serieuze optie? Een paar miljoen mensen evacueren? Je begrijpt wel dat dat meteen het politieke einde is van de coalitie, hè? De hele Randstad een week stilleggen. Dat is een economische catastrofe. Maar het gaat wel om de veiligheid van 3,5 miljoen mensen. Een economische crisis raakt 17 miljoen mensen. Ja. En dan kom ik terug op de vraag van Gijs inderdaad. Ja. Wanneer en hoe neem je die beslissing als je zo moeilijk kan inschatten wanneer en of het überhaupt gebeurt? Ja, we gaan ervan uit dat je aan de kust eigenlijk maar zo 2 keer 24 uur hebt, dat je goed van tevoren kan kijken wat er gaat gebeuren. En dat ga je dus niet redden. Je kunt de mensen niet evacueren. Als het echt misgaat, denken we dat we maar zo'n 15% van de mensen uit de Randstad wegkrijgen. Dus dat betekent dat 85% van de mensen voor zichzelf moet zorgen gedurende zo'n ramp. Wow. En hoe moet je dat doen? En dat is ook waar we vorig jaar, twee jaar geleden, een site geïntroduceerd. Overstroming.nl is een app. Grote overstromingen is de site. Hij zit ook op onswater.nl. Nou, op een paar plekken kan je het vinden. Waar woon ik? Je kan je postcode invullen. Hoe hoog komt het water in mijn dijkring als het fout gaat? En waar moet ik naartoe op het moment dat ik moet vluchten? Ja. Want de snelwegen liggen ook onder NAP. Dus als je met de auto weg probeert te gaan, je komt niet weg. Je verdrinkt. Ja. De hulptroepen die staan waarschijnlijk onder water. De ziekenhuizen staan voor een deel onder water. De pompen van de waterschappen die de boel droog moeten krijgen, staan voor een deel onder water. Dus je moet vooral naar hogere plekken gaan en daar een langere tijd zien te overleven tot er hulp kan komen. En wat wij steeds proberen te zeggen is, we zijn heel veilig in Nederland. We doen heel veel aan om ons te beschermen, want we hebben ook heel veel te verliezen. Dus we investeren veel. Maar stel nou dat de natuur een keer sterker is dan wij, en dat kan gewoon voorkomen, dan moet je ook weten wat je moet doen. Maar als je ziet wat de premier, eigenlijk wat jij zegt, dan hij is net, we zullen niet te veel spoilen, maar hij is net te laat eigenlijk in zijn beslissing nemen, omdat hij dat ook heel moeilijk vindt om te doen. Maar ze hebben nog wel het gevoel, ik heb de eerste twee afleveringen, ik heb wel het gevoel dat ze de situatie nog kunnen organiseren. Maar eigenlijk is dat niet eigenlijk te doen. Is nou op het moment dat er dus paniek uitbreekt, hè, dat het volk iets denkt van, en via Twitter en dingen gaat het allemaal heel snel. Jongens, er is iets niet pluis, we gaan weg. Ja. Weet je wel, wij zorgen dat, en dan blijkt dat iedereen dat op hetzelfde moment denkt, dat alles vol komt te staan, dat de hulptroepen niets meer kunnen doen, dat het water komt. En dan heb je echt een ramp. En dat is wat er gebeurt.